We hebben ongeveer een jaar geleden 25 dagen. Ja, we doen het nog een keer. Tijd voor een nieuwe bouwupdate. Voor de mensen die het inschakelen. We hadden bij Simeon 10.000 vierkante meter grond. Vorig jaar hebben we er 25.000 bijgekocht. En dat maakt totaal precies 35.000 vierkante meter grafische grond. Wat gaan we daar nou precies mee doen? En hoe ver staat het dan met die nieuwbouw? Ik ga je in deze vlog meer vertellen daarover. Want we zijn bijna... Ja, als zo'n pand dan bijna klaar is, dan heb ik het natuurlijk over producten die bijna klaar zijn. Erika, jij staat naast me, wat gezellig. Wat doe je als een product bijna klaar is? Als het product bijna klaar is, dan gaan we het verpakken en verzend klaarmaken in dozen. Oké, maar wat doe je nu? Ik ben op dit moment visitekaartjes aan het vastbinden. Ah, super tof. Heb je enig idee, een gokje gewoon, hoeveel pakketten denk je dat je elke dag verstuurt? 10.000, ik heb geen... Ja, 10.000. Oké, nou dan ben je wel medewerker van de maand, denk ik. Hey, en als het helemaal klaar is en het zit in een doos, wat doe je dan? Dan scan ik het af en dan gaat het over de band heen. En dan wordt het aan het einde van de lopende band wordt het in kooi gedaan en dan wordt het verstuurd. Het is wel grappig hè, dat je eigenlijk op deze manier gewend bent te werken. En ja, je gooit het op de lopende band en daarmee is het klaar. Maar het nieuwe pand is wel heel erg groot. En hebben we dus wel heel veel strekkende meter lopende band nodig. Ik ben benieuwd. De loading docks zijn klaar voor om de producten te ontvangen en eigenlijk is de hele hal bijna klaar. Loop even mee. Ja, het nieuw plafond zit erin, fantastisch om te zien. Maar er zit bijvoorbeeld ook zo'n hele nieuwe sprinklerinstallatie in. En dat is een beetje zo'n raar dingetje voor mij als ondernemer, want aan de ene kant weet je, je hebt het nodig en je wil er ook wel in investeren. Maar aan de andere kant, ja, meestal investeer je geld in iets wat je dan ook wil gaan gebruiken en dat is bij de sprinkler dan weer niet zo. Maar voor de rest, als je kijkt naar het pand, de vloer ligt daar bijna helemaal goed in. Het kantoor is bijna klaar. Ze zijn daar nog wat kabels aan het trekken. Kortom, maandje of anderhalf à twee. En dan kunnen we definitief beginnen met de inrichting van dit pand. Kunnen de nieuwe persen erin, maar ook bijvoorbeeld heel veel nieuwe grootformaat printers. Kortom, komt helemaal goed. Tot zover deze vlog. Maar hoe eindig je eigenlijk zo'n vlog? Oh, dat werkt zo. Ah.